Het is in het onderwijs misschien wel het grootste experiment aller tijden. Dichte scholen en thuisscholing van achter de laptop. Het gevolg? Steeds groter wordende achterstanden. Hoe lossen we die op? Doordat de scholen dicht zijn, lopen leerlingen achterstanden op. Ze leren minder dan dat ze hadden kunnen leren. En dat is een probleem. Tot zover niks nieuws. Maar eigenlijk is het probleem veel complexer dan dat. Want die leerachterstanden zijn ongelijk verdeeld. Sommige leerlingen hebben in die periode veel minder geleerd dan andere leerlingen, zelfs binnen dezelfde klas. Onderzoek van een groep sociologen uit Oxford liet zien dat de eerste 8 weken dat de scholen dicht waren, kinderen bijna niks geleerd hebben als het gaat om taal, rekenen en lezen. Dat betekent niet dat niemand iets heeft geleerd. Het is een gemiddelde. Sommige leerlingen gingen wel vooruit, soms zelfs meer dan normaal. Tegelijkertijd zijn er ook leerlingen die niet alleen stil hebben gestaan, maar zelfs achteruit zijn gegaan. Hoe is dat verschil nou gekomen? Als de school dicht is, dan worden ouders veel belangrijker. Maar niet elke ouder kan zijn of haar kind even goed begeleiden bij de thuisscholing. 75% van ouders met een hoge opleiding geeft aan dat zij hun kinderen goed kunnen helpen. Maar voor ouders met maximaal middelbare schooldiploma is dat maar 40%. Thuisscholing kan ook lastig zijn omdat er niet genoeg spullen zijn. Als jij in een klein appartementje een computer moet delen met heel veel broers en zussen, is het heel moeilijk om te leren. Die ongelijkheid in de hulp van ouders en in spullen vergroot de kansenongelijkheid. Leerlingen met laagopgeleide ouders leerden tijdens de eerste lockdown ongeveer 1,5 keer zo weinig als leerlingen met hoogopgeleide ouders. En die achterstanden zijn heel lastig in te lopen. Een 8 weken achterstand loop je niet in 8 weken in. Waarom? Terwijl je die achterstand aan het inlopen bent, moet je ook alweer nieuwe stof leren. Maar die stof is lastiger te begrijpen, want de basis is nog niet goed op orde. Op een slechte fundering bouw je geen goed huis. Op deze manier kunnen kleine achterstanden groeien tot grotere achterstanden. Moet iedereen dan blijven zitten? Juist omdat er zulke grote verschillen zijn in wat kinderen geleerd hebben tijdens die schoolsluiting, heeft dat weinig zin. Iedereen nog een jaar over laten doen, gaat die ongelijkheid niet oplossen. Wat moeten we dan wel doen? Hier zijn veel verschillende ideeën over en soms wordt een zomerschool genoemd als de oplossing. En zomerscholen kunnen inderdaad wel werken om vertraging in te lopen, maar niet altijd. Een goede zomerschool werkt eigenlijk alleen maar als kinderen veel begeleiding krijgen, 1-op-1 en het liefst van een vakdocent. Tijd is ook cruciaal. Meer tijd is beter, maar dat klinkt makkelijker dan het is. Laat ik een aantal voorbeelden geven. Je kunt bijvoorbeeld tijd winnen door de schooldag te verlengen. Maar aan het eind van de schooldag pikken leerlingen veel minder op. Je kunt ook tijd winnen door het aantal uren te verdubbelen, bijvoorbeeld voor taal en rekenen. Maar de vraag is of dat niet ten koste gaat van andere vaardigheden, zoals bijvoorbeeld creatieve ontwikkeling of wereldonderwijs. Brede brugklassen zijn ook een manier om tijd te winnen. Als je kinderen niet al op 12-jarige leeftijd gaat scheiden, hebben ze meer tijd om hun achterstanden in te gaan halen. Het punt is dat er niet één oplossing is die altijd werkt om die vertragingen in te lopen. Maar er zijn wel een aantal ingrediënten die bijna altijd belangrijk zijn. Ten eerste een goede docent. Ten tweede genoeg tijd met de leerlingen. Ten derde werken in kleine groepjes. En tot slot betrokkenheid van de ouders. Met die ingrediënten kan je de opgelopen vertraging weer flink inlopen. Bijvoorbeeld met 1-op-1 bijles tijdens schooltijd. Goed opgeleide trainers komen kinderen helpen met taal of rekenen. Hebben veel tijd en aandacht. En die programma's werken nog beter als ouders ook betrokken worden. En ouders leren dan ook hoe ze hun kind thuis kunnen begeleiden. En als we de juiste ingrediënten combineren, kunnen we echt wel wat bereiken. En nog een pluspunt, er is heel veel geld beschikbaar om dit grootschalig aan te pakken. De komende 2,5 jaar 8,5 miljard euro. En we kunnen dus veel gaan doen. Maar het probleem is dat we niet van al die ingrediënten genoeg hebben. Denk aan die goede docent. Er is een enorm leraartekort in Nederland. En die lossen we niet op korte termijn op. Zelfs niet met heel veel geld. Er zijn dus een aantal structurele problemen die we niet zomaar op kunnen lossen. Kansenongelijkheid was er al. En die scholensluiting heeft gewerkt als een vergrootglas. Dat betekent natuurlijk niet dat al het extra geld wat nu naar het onderwijs gaat zinloos is. Maar laten we dit moment aangrijpen om te zoeken naar blijvende oplossingen. Bijvoorbeeld door extra te investeren in goede docenten. Dat helpt niet alleen de leerlingen van nu, maar ook in de toekomst.